Tim Mulders, trainer van de Koninklijke HFC. Ik vraag mij af hoe het in hemelsnaam mogelijk is dat jullie deze wedstrijd niet hebben gewonnen. Ja, natuurlijk. Nee, als je doelt op 2-0 voor en dat er eigenlijk geen vuiltje in de lucht was, is dat heel teleurstellend. En ja, hoe het gekomen is, ja. Ik moet zeggen. We hebben de scheidsrechter deze wedstrijd niet meegaat, laat ik zo zeggen. Hij stoorde ook kwistig met kaarten. Ja, dan heb je gelijk. En volgens mij heb je de wedstrijd zelf ook gezien. Wij hebben terecht een paar gele kaarten gehad. Maar volgens mij waren er ook bij hun een paar linksback en rechtsback. Bij de omschakelmomenten bij ons die gewoon twee keer maar links en rechts buiten neerhalen. Die geen gele kaart krijgen. Ja, dat vind ik wel een beetje heel dubieus. En dan geeft hij twee keer geel voor een zwalbe bij ons. Ja, nou goed. Aan de andere kant, je verliest geen punten vaak door gele kaarten. Meer door je eigen spel. Nee, eens. Maar jij vraagt mij een vraag en ik geef antwoord. En als je kijkt, de calls, de eerste penalty, nou, was wel heel makkelijk gegeven. De tweede vrije trap die hun maken krijgt, moeten wij gewoon een vrije trap meekrijgen. Maar Mike van der Bank krijgt een setje in zijn rug, die valt op de grond, die schiet tegen zijn hand aan. Ja, dan scoren hun de 2-2 uit. Dus ja, als je het daarop doelt, dan zijn het wel schoonheidsfoutjes. Ja, wat mij verbaast is dat jullie heren meest zijn in de eerste helft. Dan krijg je vlak voor rust een strafschop tegen, ook een goal tegen. En dan is er eigenlijk niks aan de hand, een soort status quo in die tweede helft. Zij scoren en opeens gaan jullie weer aanzetten. Ja, nee, maar goed, maar volgens mij kwamen we hier voor de 3 punten. En als we een 2-2 maken, gaan wij weer aanzetten. En ja, goed, het was een rommelige wedstrijd. We hebben niet bij vlagen goed kunnen omschakelen. Hè, want hun gingen opeens een lange bal spelen en wij hadden de tweede bal. En ja, we gingen te snel de dieptespuurs spelen. Waardoor we heel snel de bal verloren. Dat was jammer. Maar ja, goed, als je 2-2 maakt, de tegenstander, dan zetten wij weer aan. Dat is normaal. Ja, dan denk je misschien achteraf van als je dat even iets eerder had gedaan, dat je het zo met 3-0 kunnen beslissen klaar. Dat gevoel had ik in de eerste helft. Nou, de eerste half uur hadden we zeker het gevoel. We maakten 2-0 en ja, we waren heren meester eerste helft. En volgens mij in de 41ste minuut krijgen we een penalty tegen. En ja, dan ga je in de rust, ga je dan 1-2 in. Dus zij eigenlijk gewoon 0-2, 0-3 moet maken in de rust. En dat is een heel andere rust. En ja, dan gaan dan gelden andere wetten. Dan krijgen hun de boost en dan gaan hun opportunistisch spelen. Ja, dan heb je een bepaald moment voor de call. Dat moet maar een keer de bal goed vallen en het kan 2-2 zijn. Laatste wedstrijd voor de winterstop. Eerste half jaar in de topklasse met Koninklijke HFC. Mag de conclusie zijn? Nou ja, als je alle wedstrijden bekeken, hebben we net iets te weinig punten gehaald. Had gewoon meer ingezeten. Deze wedstrijd ook, hadden we ook gewoon moeten winnen. Maar goed, we hebben 20 punten. We staan volgens mij 9 of 10. Nou goed, ik denk dat de middenmoot is. En ja, goed, als we het daar staan, heel seizoen. We hoeven niet naar boven te kijken, niet naar beneden. Dan is dat prima.